De regering heeft vandaag de aanslag op het kantongebouw aan de Monseigneur Wulfingstraat bij monden van waarnemend president Ronnie Brunswijk krachtig veroordeeld. Gisteravond rond 22:30 kwam een melding binnen dat er een projectiel was geworpen op het gebouw. Het voorlopig onderzoek wijst uit dat twee personen op een 50cc bromfiets verantwoordelijk zijn voor het afgeschoten voorwerp. Volgens Brunswijk bestond het projectiel uit handgranaten en werden er meer dan 10 schoten gelost nabij het gebouw. De regering ziet dit als een aanslag op de rechtsstaat, ons staatsbestel en de democratie. En we keuren dit ten ernste af. We veroordelen dit. De justitiële autoriteiten zullen de zaak tot de bodem onderzoeken en zal alle informatie hieromtrent delen met de samenleving. Kenneth Amoxie, minister van Justitie en Politie, noemt het voorval een aanslag op de rechtsstaat en de rechterlijke macht en zei dat deze zaak niet met een sisser zal aflopen. Volgens een collega van Defensie, Krishna Kumari Mathura, is dit een aanslag op onze veiligheid. De granaten zijn gisteren meteen vernietigd, zegt Mathura. Zij vernietigd om veiligheidsredenen. Zij vernietigd, zijn onklaar gemaakt. Onder toezicht van deskundigen. En wat ons betreft is er naast het strafrechtelijk onderzoek ook een administratief onderzoek gaande binnen het Nationaal Leger. Omdat het gaat om militaire wapens. Dus wij zijn bezig echt al onze bestanden te checken van waar komen ze, waar waren ze, aan wie waren ze verstrekt, et cetera. Dus dat is een heel serieus en ernstig onderzoek dat we doen. We vragen ook dat we niet speculeren over het motief, maar dat het onderzoek eigenlijk moet uitwijzen wat het motief is. Tot nu toe tasten we nog in het duister met betrekking tot het motief van deze daad. Maar wij laten ons inderdaad niet intimideren. En wij zijn ten alle tijde bereid en paraat om de samenleving te beschermen en veiligheid op te voeren. Om het veiligheidsgevoel naar de samenleving toe te vergroten, zegt Mathura dat de surveillances nog verder zullen worden opgevoerd. Terwijl ook de aanwezigheid van politie en militairen bij alle strategische objecten zal worden opgevoerd. Een speciaal team is ingesteld om de zaak tot op de